eruit gehaald. En ik heb nu dus veel meer pijn. Doordat ik... Ja. Ik heb weer een beetje kleur op mijn gezicht. Ja. Ik heb heel lang geslapen. Jij? Laat ik hem hier nog rustig neer drukken. Ik ben al een tijdje wakker. Ik werd rond 6:30 gewekt. En toen ging ze even naar mijn wond kijken of mijn wond gewoon goed is. Gingen me wassen. En even een pyjamaatje aangedaan. Want ik kon geen pyjamaatje aan doen gisteren. En mijn ogen zijn nog steeds heel erg rood van de zalf. Andere medicijnen zijn het afgekoppeld. Omdat ik heel veel jeuk krijg ervan. En dat ze zeggen dat dat een allergische reactie is. Dus dat is eruit gehaald. En ik heb nu dus wel veel meer pijn. Doordat ik dat niet krijg. Dus gaan kijken voor een vervangend middel. En ik heb net vanochtend mijn bed helemaal ondergespuugd. Omdat ik moest gaan zitten. En mijn bloeddruk moet zeg maar tussen 60 en 65 zijn. En dat was dat is elke keer rond de 55. Dus dat is te laag. En dat heb ik even gespogen. Dus ik heb nu lekker ontbijtkoekje gegeten. En een broodje smeerworst. En ik ben heel erg moe, want ik heb vannacht heel erg klotig geslapen door al die apparaten omheen die allemaal piepen. Ik ga nu nog even een paar uurtjes slapen. En dan zal mijn vader straks komen met mijn opa, oma en Mart. Ik heb trouwens deze ballonnen gekregen van Mart. Super lief. Je ziet ze alleen niet, want ze omgedraaid zijn. Maar er staat op I love you. En een heel leuk armbandje. Ja, nog ietsje verder. Mag je armen kruisen. Nou, eerst eens naar je zij. Mag je hoofd optillen. Ja. Nou, eerst naar je zij. 1, 2, en. Kom je naar deze kant helpen? Ja, kom maar. Ja, kom maar in de kast. Als het goed voelt, en meestal is het ook wel fijn, mag je met je rechterhand dadelijk al een beetje afzetten. Dat geeft meer... gevoel van controle over de beweging. Oké. Okay. Ja. Ga ik dan weer door. Probeer bij 1 in te ademen en bij 3 uit te blazen. Klaar voor? Jij ook? Ja. 1, 2 en 3. Hey! Zo. Ik miste je hand. Je ging afzetten en toen was je hand in één keer op mijn schouder. Ja. Probeer te helpen. Uit is. Nee, je kunt wat soms wat fijn het gevoel hebben bij het plassen. En een beetje dat het een beetje branderig is. Ja, ja. En dan mag je komen zitten. Je zit nog een beetje laag. Ik zal deze weghalen. Ik denk dat we het, de kamer zo leeg mogen maken dat je in ieder geval meer ruimte hebt. Want daar achterlangs had gekund. Maar ik denk maar als is dit niet genoeg? Want ik ben nou een beetje... Jawel, uiteindelijk krijg je, dan gaan we steeds verder. Niet voor nu, maar wel voor de volgende keer. Zo, ik heb weer een beetje kleur op mijn gezicht. Ja. Ik heb heel lang geslapen en net al gelopen. En het ging best wel goed. Alleen heb ik steeds heel veel pijn in mijn, mijn bovenrug, in mijn schouder. En ik heb nu lekker 2 crackers met smeerkaas en rookvlees. En een lekker slaatje. Nou, ziet er goed uit hoor. Ja toch? Zeker. Dus even lekker eten. Ze hebben net mijn drain eruit gehaald. Dat was echt een heel raar gevoel. Het kriebelde een beetje, deed niet zeer verder. En ik heb even lekker olie op mijn gezicht gesmeerd. Want het is een beetje droog. En ik heb nog net lekker een slaatje gegeten. En mijn opa en oma die waren hier net. Maar die moesten even weg. Omdat mijn drain eruit werd gehaald. En Martje en mijn vader die komen ook zo hierheen. Dus dan kan ik weer even gezellig kletsen. En daarna komt de fysio. En dan moet ik weer door de kamer gaan lopen. En dan steeds meer gaan lopen. Als het lukt. Dus eerst even zo meteen de morfine, zodat ik geen pijn heb. En dan gaan we er weer voor. Yes. Ja? Ja, ik kan. Moet ik de tekst erbij zeggen? Of, nee, het is okay. Voor trombose toch? Ja, het is voor trombose. Komt ie, hè? Ga ik hem heel rustig leeg drukken.
Alleen het vloeistof prikt een beetje. Ja, dat klopt. Het houdt in dat je geen doorlegplekken krijgt. Mm-hmm. Dat je het ook heel lang op zit. Oké, dank u wel. Jullie heeft niks met doorlegplekken. Oh, nee? Oh, dat dacht ik. Wat heeft het? Trombose. Trombose. Ja, trombose. Oh, dat is een ziekte. Dat is een stolsel die je kunt schieten. Oh, door de bloed. Juist. Doordat je zo lang ligt. Een trombose binnen. Doordat je weinig beweegt. Juist, een longembolie. Dat soort dingen. Hoe kom ik dan aan doorlegplekken? Ja, dat weet ik ook. Dat is blauwe plekken of zo. Dat heeft dus weer verkeerde informatie. Nee, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Hoe eraan komt, dat weet ik niet. Gelukkig maar.